Alkvolgers van? Emma. Hey Emma, wat kom je hier doen? Ik ben hier uitgenodigd om te komen kijken samen met mijn zus. Wat leuk. Omdat het natuurlijk een oefenwedstrijd is, maar ja, binnenkort is het EK. En de eerste keer is het Nederland, dus dat is super leuk. Ja. Maar waar kom jij eigenlijk? Ik eigenlijk zijn een beetje collega's. Want ik kom ook vloggen. En waar vlog je ook? Ik vlog voor Beuro en voor VV Kicks. De vrouwenvoetbal. Dus daarvoor ben ik hier aan het oefenen. We hebben het toch een beetje met elkaar. Een beetje met alle mensen. Mijn onderwerp is dus 10 dingen waarom meisjes voetbal kunnen lukken. Nou, dat is makkelijk. Heb jij misschien nog een ding waarom meisjes voetbal... Waarom meisjes voetbal leuk kunnen vinden? Nou, het is natuurlijk superleuk als je heel goed bent en je heel hard traint. En je in zo'n mooi stadion als vandaag. Gewoon voetbal. Allemaal mensen die voor je gaan klappen. Dat is leuk. En het is heel belangrijk dat je gaat voetballen. Waarom? Maak je meer vriendjes met het team. Meer jullie zijn straks, hè, alle dames van Nederland. Hoe groter het wordt. En dan misschien sta jij ook wel eens een keer hier. Zou toch leuk zijn? Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zit ik een keer in een andere modus, namelijk in de vlogmodus. Want zoals jullie al in de titel hebben gezien, heb ik vandaag een video 10 redenen waarom meisjes voetbal leuk kunnen vinden. Maar ik vind het toch wel leuk als natuurlijk vrouwen spelen, want dat vind ik wel speciaal. Dus vandaag ga ik jullie 10 redenen geven waarom meisjes voetbal leuk kunnen vinden. En ga ik een beetje kijken of ik het zelf ook misschien wel een beetje leuk kan vinden. Maar ja, als ik zo'n video op ga nemen, dan moet ik het natuurlijk wel echt gaan meemaken hoe het is. Daarom gaan we vandaag naar Breda. Want de Oranje Leeuwinnen gaan namelijk spelen. Het is een oefenwedstrijd, want over een paar weken zijn de kwalificaties. Voor het EK, voor vrouwen. En het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat het in Nederland is. Dus dat vind ik echt super vet. Het is natuurlijk ook echt super leuk dat het een keer in Nederland is. Ik ben ook al helemaal in de stemming. Ik heb oranje nagels. Mama heeft een blouseje aan met de Nederlandse vlag. En Eline, en Eline heeft een oranje shirt aan. Maar ik vond dat ik zelf nog een beetje saai was. Dus ik doe dadelijk ook nog iets leuks met mijn haar. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze vlog / normale video nu al leuk vonden. Doe dan zeker jullie duimpjes omhoog. Laten we gaan voor de 3514 likes. En laat even in de reacties weten welke oranje leeuwin jij het leukste vindt. Zoals jullie zien heb ik mijn haar gedaan. Ik vond het wel leuk om toch nog een... oranje effect te geven. Want ja, het zijn natuurlijk wel onze oranje leeuwinnen. Dus waarom zou ik dat dan niet doen? Ja, en ik vond het wel leuk. Ik had die bloemgroen ergens in de kast gevonden. Het enige wat een beetje jammer is, dat het vrijdagmiddag is. En dat er natuurlijk heel veel mensen op de weg zitten. Dus dat we waarschijnlijk in de file komen. Dat is dus iets minder. Maar ja, het komt wel goed. Die mensen met z'n trommels die doen zo hard hun best.
ik heb best wel respect voor. Nee. Willen jullie graag een shout-out doen? Ja. Oké. Okay. Ik wil een shout-out doen naar Mandy. Nee, zelf een vrouw. En jij? En hoe vonden jullie de wedstrijd? Vinden jullie het niet jammer dat Japan is gewonnen? Ja. En gaan jullie ook naar het EK kijken? Ja, niks weten. Nou, ik hoop dat ooit Feyenoord nog een keer gaat starten met het vrouwenteam. We gaan met Feyenoord team willen spelen. Ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar ik was gewoon een voor de naam. Hebben er nu een nachtje over geslapen. En volgens mij hebben we wel door waarom meisjes voetbal nou leuk kunnen vinden. Nou, dus die gaan we even voor jullie opnoemen. Truus moet wel bij mij blijven. Truus, blijf in beeld. Nummer 1. Je kan je energie kwijt. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk wel eens een dagje waarin je jezelf heel lui voelt. En waar, ja, je voelt je gewoon heel lui en je wilt gewoon iets doen, maar je weet niet zo goed wat. En dan ga je misschien voetballen. En als je dan gaat voetballen, dan voel je je meteen een stuk fitter. En je bent ook veel energieker bezig als dat je alleen op de bank ligt. Nummer 2. Je speelt natuurlijk in een team en met dat team ja, speel je een hele lange tijd mee. Waardoor je ook heel erg gehecht aan elkaar wordt. En waardoor je ook weer nieuwe vriendinnen maakt. En dat is natuurlijk superleuk. Nummer 3. Ja, je maakt natuurlijk ook een heleboel vriendinnen. Maar met die vriendinnen ga je ook weer wedstrijden spelen. En als je wedstrijden gaat spelen en je wint dan ook nog eens. Ik weet niet hoor, maar ik zou me dan zo de bom voelen. Dus winnen bij voetbal is denk ik ook wel een reden waarom meisjes voetbal leuk kunnen vinden. Nummer 4. Ik ben even trouwens gewisseld van arm. Anders werd deze heel erg lam. En Truus is dus ook even aan de andere kant komen zitten. Nummer 4. Is je krijgt natuurlijk een super goede conditie omdat je heel veel traint. En als je heel veel traint en je krijgt een hele goede conditie, dan kan je ook langer de wedstrijden of de voetbalmatch volhouden. Dus dat is een heel groot voordeel. Nummer 5. Als je heel veel traint, dan word je natuurlijk ook veel beter. En misschien word je dan wel de beste. En ja, van jouw team. En het is natuurlijk super goed om leuk te zijn in jouw hobby. Nummer 5. Buiten dat je zelf voetbal speelt, is het natuurlijk ook super leuk om het zelf te kijken. En als je het dan kijkt, dan is het natuurlijk ook super spannend. Want ja, wie gaat er nou winnen? Nummer 6. Ik kan het nu niet met twee handen doen. Dus als je denkt, Emma, wat doe jij? Nummer 6. De kleur oranje. Kan je natuurlijk super goed staan. En ja, ik wil niet veel zeggen hoor. Maar als je knap bent in je voetbaltruitje. Sorry hoor. Maar dan zou ik ook wel gaan voetballen. Nummer 7. Nummer 7 is natuurlijk als je een keer met jongens gaat voetballen. Kan je de jongens natuurlijk laten zien dat jij veel beter bent in voetbal als hun. Nummer 8. Het is natuurlijk super leuk om een favoriete club te hebben. En wat dan nog leuker is, is dat je dan een favoriete club hebt die dan wint. Dus een favoriete club hebben bij voetbal lijkt me ook wel heel leuk. Bijvoorbeeld mijn zus Eline, zij is heel erg fan van Ajax. Maar mijn oom, hij speelt zelf voetbal. En hij is dan weer heel erg fan van PSV. Dus ja, nummer 9.
Nummer 9 is dat je natuurlijk op heel veel plekken kan komen. Stel je voor, je hebt de ene week in Gelderland een match en de andere week heb je er een in Rotterdam. Ja, ik weet niet, je komt op allemaal verschillende plekken en dat is natuurlijk ook echt superleuk en een voordeel van voetbalspeler zijn. Nummer 10. Nummer 10 is natuurlijk, stel je voor je gaat een keer een voetbalwedstrijd spelen tegen een land die niet dezelfde taal spreekt als jij. Je begrijpt elkaar toch, want één voordeel, je vindt allemaal hetzelfde leuk. Maar wat nog belangrijker is en wat misschien nog veel meer belangrijk is als een plekje op nummer 10, is dat jij het zelf leuk moet vinden. Wat andere mensen er ook van vinden, jij moet het leuk vinden. Ik en Truus, wij hebben nog een verrassing voor jullie. Namelijk dat zaterdag 8 juli de Oranje Leeuwinnen spelen. En ik mag daar 2 tickets voor weggeven. En wat je daarvoor moet doen, is dat je in de reacties moet laten weten of jij meedoet. En welke Leeuwin jij het leukste vindt. Dus doe jullie duimpjes omhoog, liken, abonneren, reageren. Laat eens in de reacties weten of je meedoet en wat je favoriete Leeuwin is. En hopelijk zie ik jullie tot de volgende keer. Heel veel kusjes van mij en Truus. Muah, muah, muah.